als ik mensen tegenkom, dan kom ik ze heel vaak tegen zonder dat ze zich introduceren of zonder dat ze echt moeite doen van, hey, wie ben jij? Het is meteen van, hey Richard, alles goed? Hey Richard, ja, alles goed, ja. Ja, maar wie ben je? Ja, ik ken jou van internet en zo. Hey Richard, ja, geweldig, ik heb jou vorige week. En ik kom echt een keertje een workshop bij je volgen, hè? En dan zijn ze weg. Super lief, super schattig, maar soms ook wel weer een soort van, oké, hi Richard, aangenaam, wie ben jij? Ik krijg niet eens een naam. Je kan me misschien wel kennen, je kent dat wat ik je heb gevoed online of dat wat ik je heb laten zien. Alles wat ik online doe, alles wat ik net zei, dus alles wat ik in social media online doe, alles wat iedereen van mij op internet kan lezen, is business. Tik-tik! Blij ass nigger in een Pikachu fucking outfit, klaar. Ik hou van fotograferen. Ik zoek altijd iets fantasy-achtig, iets dark-achtig, iets met veren, iets met accessories, iets met gekke dingen erop en eraan. Extraverte karakters, rare gezichten, rare mensen, heel apartere figuren. Creativiteit komt uit films, komt uit series, komt uit posters, komt eigenlijk uit alles. Uit gesprekken met mensen, uit iemand die ik op straat zie lopen en ik denk van fuck, wat heb jij een prachtig mooi glanzend wit haar. Kakkerlak kan langslopen en ik denk van hoe tof zou het zijn om een hele studio vol met kakkerlakken te hebben en een soort van troon van kakkerlakken en zo'n kakkerlakken koningin die er bovenop zit. Hier hadden we light versus evil, Saba, high fashion, geel bij geel en heel erg oranje en heel erg blauw, pin-up stijl, ja, blij. Als iemand het ziet moet je meteen een verhaal kunnen zien of voelen. Een soort van schokbeeld, een beeld wat iets bij mensen triggert of loslaat of een beetje naar laat voelen of een beetje apart laat voelen. Darkachtige Halloween shoot met kleine pailletjes, met kraaltjes, de Golden Man die we hebben gemaakt. Ik kom uit de wereld van Facebook, internet, Flickr, waar alles een kleine thumbnail was. En jij bent één thumbnail tussen 10.000 andere thumbnails, dus het moet springen. The Gladiator, de Holy Mary, maar dan de andere versie. Tank Girl. It's the freak show circus. Bearded Lady. Dus ik ben in principe opgegroeid op Curaçao. Mijn ouders zijn beide Antilliaans en ik ben wel in de Antilliaanse gemeenschap opgegroeid en zo, maar ik was altijd die rare jongen of altijd die rare persoon. Omdat ik andere gedachten had dan andere mensen. Ik heb gewoon een hele harde, strenge opvoeding. Maar dat heeft mij wel gevormd in wie ik ben. Ik ben op mijn 17e naar Nederland gegaan. Ik ben gaan feesten, laat op nacht, doorwerken 's avonds, geen gezeik, muziek aan. Alle vrienden komen bij me thuis, bleef ik bij me crashen, bij me slapen. Ik leefde gewoon de leven die ik wilde leven, los omdat ik niet meer bij mijn ouders woonde. Dus ik kon gewoon mensen uitnodigen die ik wilde, ik kon doen wat ik wilde, ik kon tot 's avonds laat op straat blijven. Ik kon, weet je wel, in principe doen wat ik wil en daar heb ik wel van genoten. Ik kwam uit de IT-wereld en ik heb ICT gestudeerd en ik heb IT gedaan. Mijn hele leven lang, al vanaf mijn eerste, was IT gewoon het ding wat ik wilde doen. En dan word je op een dag wakker en denk je van, kut, dit is het niet. Ik word niet meer gelukkig van opstaan. Ik lig liever in bed, ik meld me liever ziek dat ik naar mijn werk ga. Dus ik wil liever iets doen wat me gewoon gelukkig maakt en met mensen werken die me gelukkig maken. Daar begon de camera steeds meer een rol te spelen in de zin van uitlaatklep, 's ochtends lopen door de stad, 's ochtends lopen door Amsterdam, foto's maken van de mensen, foto's maken van de golden hours, van de plantjes, leren hoe fotografie werkt. Dus wat ik deed is ik gebruikte gewoon puur en alleen mezelf en de woonkamer en mijn huis om uit te vogelen hoe iets werkt. Hoe werkt belichting, hoe werkt mensen, wat voor type mensen vind ik interessant, wat voor type gezichten vind ik interessant. Iets testen, iets leren, iets uitproberen voor een shoot, iets doen en dan gebruik ik mezelf in plaats van een model. Maakt niet echt heel veel uit wat ik fotografeer, het ging meer om de techniek en de scherpte, diepte en de lichting en hoe die camera wel werkte, hoe die lens werkte. Zodoende inderdaad
zeg maar, zijn die zelfs ontstaan, puur en alleen om te leren. Toen ik hier naartoe verhuisde, vroegen mijn ouders van, hey, wil je eens af en toe laten weten dat je leeft? Dus toen al, voordat ik echt fotograaf was of wist wat fotografie was, maakte ik al selfies voor mijn ouders en stuurde ik al foto's van mezelf op van, hier ben ik, dit ben ik aan het doen. Daaruit vloeiend kwamen ook zeg maar de verjaardagselfies. Dit is rood. Timena. Tina. En al mijn foto's vertellen gewoon mijn levensprogressie. Welke stijl daarbij past of hoe het daarbij flowt, dat boeit mij eigenlijk niet. Het gaat mij meer om het maken en het creëren en het tonen van mijn emotie. Ontmoeten van toffe mensen, het praten met toffe mensen, hun verhaal proberen te krijgen. Dat is wat mij het meest aanspreekt eigenlijk van dit vak. Mijn ouders hebben nooit gezegd, goed gedaan jongen. Het is altijd van dit kan beter, dat kan beter, dat kan beter. Dus ik zie alleen maar dit kan beter, dat kan beter, dit kan beter. Als je 18 jaar lang niet leert met iemand praten of iets te vertellen, dan weet je na 18 jaar ook echt niet meer hoe het moet. Ik zal niet weten hoe ik iemand iets moet vertellen wat persoonlijk is of wat me zou raken of iets in die zin, zeg maar. Ik heb altijd gewoon ervaren van ja, ik ben een loner en ik zal altijd wel een loner zijn, dat denk ik nog steeds. Het is wel uitgelegd en ik begrijp het ook wel en ik vergeef het en het is allemaal een beetje prima. De opvoeding heeft mij gemaakt wie ik nu ben. Ik steek uit van de rest en dat is niet gebeurd als ik niet deze opvoeding had gehad. Die brand is altijd een soort van hele gelukkige chaka, let's go, altijd super tof, altijd blij, altijd. En ik denk dat ik wel die persoon echt zou willen zijn. Ik zou echt wel elke dag zo willen voelen. De opvoeding heeft me gemaakt wie ik ben en had anders kunnen gaan. Ja, maar misschien was ik dan ook een heel andere persoon geweest. En ik weet niet of ik blij zou zijn met die andere persoon, want ik ben best wel gelukkig met wie ik ben geworden.